koffiebranderij Pelikan Rouge heeft vandaag op de dag van de duurzaamheid 15.000 euro ter beschikking gesteld voor de koffiecultuur van Stedeband Bamenda in Kameroen. Koffie is een hele belangrijke commodity in Bamenda en in Kameroen. Het is een hele mooie koffieregio. Alleen ik heb het idee dat ze dat nog onvoldoende uitnutten. De opbrengst per hectare blijft in Kameroen achter in vergelijking tot de omringende landen. Dus er valt nog heel wat te verbeteren in die koffiecultuur. En als je die koffiecultuur lokaal weet te verbeteren, verbeter je de inkomenspositie en verbeter je eigenlijk ook de leef- en werkomstandigheden. Pelikan Rouge gaat zich op 3 manieren bezighouden met de koffiecultuur in Bamenda. Hoofdthema is het verbeteren van de landbouwpraktijken om zeg maar de koffieopbrengst of de opbrengsten per hectare in die koffiecultuur te verbeteren, want daar valt in Kameroen nog heel wat te winnen. Daarbij willen we ook rekening houden om de bestuursvorm te verbeteren. Het local management moeten we gaan verbeteren. En ook willen we aandacht hebben voor de werk- en leefomstandigheden van de koffieboeren. De bodem van de koffieplantages is belangrijk voor de boeren. Dat is dan ook het eerste waar Pelikan Rouge aandacht aan wil besteden. We kunnen daarbij heel gericht onderzoek gaan verrichten van wat is de bodem in Bamenda, Kameroen. Wat kunnen we aan die bodem verbeteren? We kunnen ook om uiteindelijk tot resultaat hebben dat die opbrengsten van die koffie verbetert. En dat dus daarmee ook de inkomenspositie van die boeren verbetert. Dus er is een directe relatie tussen de gelden die wij ter beschikking stellen en concrete acties die we ter plaatse gaan uitvoeren. Die koffiecultuur, dat is toch wel lastig om daar gelijk binnen een jaar wat van te merken. Dat zijn toch meerjarige projecten, want een koffieplantje, als je die in de grond zet, die heeft niet gelijk de koffiebessen. Dat duurt een aantal jaren. Dus het is het in gang zetten van een proces. En belangrijk daarbij is niet het korte termijn resultaat, maar gewoon een proces in gang zetten die uiteindelijk de resultaat dat de inkomenspositie van die boeren verbetert. Dus dat vergt een meerjaren benadering.